en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe goodiebox. Try on unboxing. Ik ga vandaag weer deze leuke goodiebox unboxen. Ik ga gebruiken wat ik gelijk kan gebruiken. Voor de mensen die niet op de hoogte zijn van wat een goodiebox is. Een goodiebox is een maandelijkse beauty abonnement. Waarbij je elke maand een box krijgt met 5 tot 7 producten. Voor slechts €25,95 per maand. En altijd met een minimale waarde van €80. Elke maand unbox ik de box. Er staan echt al 100 andere unboxingen al op mijn kanaal. Mocht je benieuwd zijn naar wat er in de andere boxen zat. En elke maand gaan wij met z'n allen bekijken wat we van de boxen vinden. Wat erin zit. We gaan ook veel dingen gewoon gelijk gebruiken. En we gaan op het einde van de video bekijken hoeveel je hebt bespaard. Dus als je de video nu al leuk vindt, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. Elke maandag, woensdag, vrijdag, zondag om 12 uur. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jullie moeten echt even eerlijk zijn met mij. Heb ik vandaag een beetje overdreven met al dit oranje gedoe. Oranje achtergrond, oranje kleding, alles is oranje. Let me know wat jullie ervan vinden. Heb ik weer overdreven of niet? Maar goed, we gaan het vandaag dus hebben over de goodiebox. Als je hem al hebt, dan kun je samen een box met mij als je hem niet hebt en hem wel graag wilt. Ik zet beneden in de beschrijving een linkje. Als je erop klikt kun je makkelijk abonneren op de box. €25 in de maand en het is maandelijks opzegbaar. Als je hem openmaakt is dit wat je ziet. Zo, het viel er bijna uit. En je krijgt er ook altijd zo'n handig boekje bij waarin alle producten staan met een uitleg erbij over wat het is, wat de prijs is, etc. We krijgen deze maand 2, 4, 6 producten. Oh, ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit lippot loodje van Nabla op in de kleur hashtag nummer 3 en deze Essence Shine 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 Lip Gloss in de kleur 08 Gold Dust. Oké, laten we beginnen met het eerste product en dat is een nagellakje. Van Nails Inc. heb ik de Looking Super Juicy Nail Polish. Winkelwaarde is €11. Ik vind dit echt een prachtige kleur. Matcht ook perfect met de hele oranje vibe van vandaag. Stel je even voor dat ik dit nu op had gehad op mijn nagels. Had echt super super mooi gestaan in deze video. Maar ik heb acrylnagels, dus ik gebruik eigenlijk geen nagellak. Dus deze ga ik in de winactie doen. Alles wat ik niet gebruik gaat in de winactie la of naar mijn moeder. Een van de twee. Hangt er vanaf of zij het wil of niet. Maar ik vind dit wel een prachtige kleur. Ik doe wel altijd mijn teennagels zelf. Dus misschien dat ik ze hou voor mijn teennagels. Nee, ik weet nu al dat ik hem niet ga gebruiken. Want ik wil altijd mijn voeten een beetje naturel houden. Want dan matcht het met alle kleding en schoenen. Maar ik vind de kleur wel echt heel mooi. Als ik geen acryl had gehad, was ik hier heel blij mee geweest. Dan heb ik hier scheergel. Van Shave Safe heb ik hier de Women Shaving Gel. Winkelwaarde is €17,30. Scheergel, scheerschuim, hoe je het ook wilt noemen. Hartstikke handig. Handig als je je lichaam scheert. Niet zo handig als je je lichaam lasert. Dat is dus wat ik doe. Dus ik scheer mijn lichaam niet. Dus ik gebruik ook geen scheerschuim. Waarom heb ik weer allemaal dingetjes die ik niet kan gebruiken? Er staat dat deze gel bultjes, ingegroeide haartjes en jeuk over je hele lichaam voorkomt. Dat was wel een probleem die ik altijd had toen ik nog scheerde. Vooral die jeuk. Na ongeveer 2-3 dagen zo begon de jeuk. En ik begon allemaal jeuk te krijgen. En ik kreeg allemaal van die kleine jeukerige bultjes. Was echt vreselijk. En bij mijn schaamstreken had ik ook altijd ingegroeide haartjes. En ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Scheerschuim was ook iets wat ik destijds toen had ontdekt. En dat maakte echt verschil. Dus ik raad het echt zeker aan als jij die problemen ook hebt. Maar ja, nogmaals. Ik hoef mij niet meer te scheren. Want alles is weggelaserd. Dus ja, ik kan hem niet gebruiken. Maar ik ga hem ook weer in de winactie doen. En dan hoop ik iemand van jullie er blij mee te maken. Het volgende is voor het lichaam. Van Now Bay heb ik de Brighten Orange Vitamin C Body Lotion. Winkelwaarde €15. Ook deze verpakking matcht weer perfect met mijn achtergrond en kleding. Ik weet niet waarom alles vandaag zo goed matcht met mij. Maar dit is dus een vitamine C body lotion. Het is een body milk. Ik hou van body lotion. Ik smeer mij elke dag royaal in met elke lotion die ik heb. Er staat dat het een licht vocht in een brengende crème is die rijk is aan vitamine C en avocado en olijfolie. Dus allemaal top ingrediënten om je huid lekker te hydrateren en te laten glanzen. Er staat dat het zorgt voor elasticiteit en versteviging, verlicht de droge huid en hydrateert intens en langdurig met een aangename geur. Nou, dat zijn allemaal dingen die ik wil. Laten we hem even ruiken. Ik ga hem even een beetje aanbrengen. Ik weet niet waarom ik heel dit pak aan heb. Ik ga gewoon een klein beetje aanbrengen gelijk. Oeh, het is zo wittig. Ik verwachtte iets waterigs of zo. Ik weet niet waarom ik dat verwachtte. Dat is echt bijna nooit met een body lotion, maar toch verwachtte ik dat of zo. Het ruikt naar citroen slash mandarijn. Het smeert gewoon echt in als echt gewoon een cliché witte body lotion. Het trekt ook best wel snel in. Dat is wel top.
Ik vind de geur echt heerlijk. Ik hou van fruitige geurtjes. Beetje op mijn handen. I love it. Echt een heerlijke geur. Hij smeert ook echt top in en hij voelt heel fijn aan. Dit is ook een best wel grote fles. Je krijgt 250 milliliter. Dit is gewoon een full size product. En I love it. Deze zou ik zeker gebruiken. Dan iets voor de haren. Van Baptiste heb ik de Dry Shampoo Nude. Winkelwaarde €5,59. Dit is een droog shampoo. Droog shampoo gebruik ik vooral heel vaak wanneer ik mijn haar heb gesteld. Want dan wordt mijn haar vettig binnen 3-4 dagen. En met krullen valt het niet op. Bij krullen is het juist iets goeds als je haar vettig wordt. Want mijn haar is altijd super droog. Maar als het is gestyled is het niet mooi vettig. En dan gebruik ik altijd droog shampoo. Dus hier ben ik wel blij mee. Ik weet niet waarom ik eraan ruik. Alsof er een geur hiervan af zou komen ofzo. Deze kan ik dus nou ook niet gebruiken. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Dus als jij hem al hebt gebruikt. Laat ons eventjes weten beneden in de reacties. Wat je ervan vindt. Hier heb ik een serum. Van The Cure heb ik de Vitamin D Barrier Drops. Winkelwaarde €85 voor 30 milliliter. Wij ontvangen helaas niet de full size. Dit is een kleine versie. Dit is 7 milliliter ter waarde van €33. Wat ik grappig vind. In het begin van Goodiebox. Laatst tussen al. Alleen maar de prijs van een full size. En dan moest ik hier in mijn video's helemaal berekenen wat de waarde dan was van zo'n kleinere versie. Maar ik weet niet of het door mij komt. Maar sinds een tijd plaatsten ze dus ook de prijs van de kleine versie die je ook daadwerkelijk ontvangt. Dus ik heb het gevoel dat dat door mij komt. In ieder geval, dit zijn druppeltjes. Dit zijn vitamine D druppels. En het is een gezichtsserum. Ik heb het wel een beetje gehad met al die gezichtsserums. Ik heb er nou echt, weet ik veel hoeveel. Ik mis wel een klein beetje variatie nou in de boxen, want hier ben ik echt wel een beetje klaar mee. Er zitten paddenstoelen in, shiitake en reishi en zwarte thee. En dit zou je huid op den duur moeten verbeteren. Het versterkt de natuurlijke barrière van de huid, bouwt veerkracht op en beschermt je huid tegen invloeden van buitenaf en stressvolle omstandigheden. Nou jongens, er valt niet echt veel over te vertellen. Het is gewoon een vitamine D gezichtsserum. Wat het wel een beetje anders maakt is dat het nou vooral is gericht op vitamine D en normaal is het vitamine C. Dus het is wel een ander soort vitamine dan die ik normaal krijg. Dus ja, ik zou hem wel gebruiken nou ik hem heb. Maar het is niet een product dat mij heel enthousiast maakt. Dan hebben we hier een make-up artikel. Van Ciate London heb ik de Everyday VK Coconut Lip Oil. Winkelwaarde is €15,50. Ik hou van lipolie. Als je mij volgt weet je dat elke video begin ik met lipolie op mijn gezicht. Lipbalm, lipolie, whatever. Maar het fijnste vind ik altijd toch wel een lipolie. Daar gaat mijn voorkeur altijd naar uit. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Vooral als jij zo'n persoon bent die lipglossjes te plakkerig vindt. Dan moet je echt eens een keer zo'n lipolie proberen. En we krijgen de full size. Er staat dat het je lippen laat glanzen zonder plakkerig te zijn. En dat het je lippen hydrateert en verzacht op basis van een unieke mix van voedende kokos, jojoba en avocado olie. Deze ga ik gelijk eventjes opdoen. Even eraf halen wat ik al op heb. Oeh, het is echt helemaal doorzichtig. Kijk, het is echt letterlijk gewoon een doorzichtige olie. Oh my god, het is super waterig. Oeh, het ruikt heerlijk naar al die olieën. Oh, I love it. Het voelt super fijn aan. Het is wel heel waterig. Dus ik vind eigenlijk zo'n applicator niet zo fijn. Vooral niet als het zo'n waterig product is. Want alles stroomt er gewoon uit. En je hebt niet echt controle hiermee. Dus ik had het fijner gevonden als het gewoon zo'n tube was geweest. Maar ja, whatever. Het voelt wel echt heerlijk aan. En het laat mijn lippen echt super erg glanzen. Zien we dit? I love it. En ook die geur. Het heeft zo'n heerlijke kokosachtige geur. En dat vind ik echt fantastisch. Ik hou van zo'n geur. Heel fijn dit. Deze zou ik zeker te weten gebruiken. Ook handig om mee te nemen in je tas. Ik zie dat ik hier een extra product heb. Er staat niks over in het boekje. Maar ik heb van Face Zero een Metal Foil Eyeshadow. Ik weet niet waarom ik dit extra product heb ontvangen. Daar zal vast wel een reden achter zitten. Het is in de kleur Queen. Dit is dus gewoon een losse oogschaduw of zo. Deze heb ik al wel eens gehad van hun. En ook precies in deze kleur. Het is echt een hele mooie glanzende champagne kleur. I love it. Maar ik heb hem al. Dus deze gaat in de winactie. Anders zou ik hem nou zeker hebben gehouden. Hier is die ik al heb. En dit is dan de nieuwe. Het is exact hetzelfde product. Deze ga ik dus in de winactie doen. En dan ga ik die ik al heb swatchen voor jullie. Het is een beetje een cream. Het is echt super glanzend. Kijk even hoe heftig dit is. Maar wel echt prachtig. Ik hou altijd van zulke heftige kleurtjes. Als je zo'n kleur te heftig vindt voor over je hele ooglid, is het ook echt prachtig om het aan te brengen alleen maar in de binnenste ooghoek. Dus dat ga ik doen. Ik pak een beetje van het product. En dan breng ik het zo hier aan in de binnenste ooghoek.
Kijk even hoe mooi en heftig die het nou zo hier heeft verlicht. Echt super mooi. En dan ook een beetje aan de andere kant natuurlijk. Echt een mooi product dit. Maar ja, nogmaals, ik weet niet waarom ik dit extra heb gehad. Heeft iedereen dit extra gehad? Let me know beneden in de reacties. Ik ben echt heel benieuwd. En dat was het dan jongens. Dat waren alle producten. Wat ik nu ga doen is dat ik alles bij elkaar ga optellen qua prijzen. En dan gaan we zien hoeveel je zou hebben betaald als je elk product individueel had gekocht. Jullie hebben dus 25 euro slechts betaald. Ik ga beginnen met de nagellak. Die is 11 euro. De lipolie, die is 15,50 euro. De vitamine druppels, die zijn 7 milliliter, 33 euro. Sheer gel is 17,30 euro. De body lotion kost 15 euro. En de droge shampoo kost 5,60 euro. Dan kom ik uit op een bedrag van 97,40 euro. Als je alles individueel zou kopen in de winkel, betaal je een bedrag van 97,40 euro. Jullie hebben 25 euro betaald, dus dat haal ik ervan af. Dus jullie hebben 72,40 euro bespaard. Dat is echt weer een hoop geld. Nou jongens, ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Ik vond het best wel weer een leuke box. Ondanks dat er een aantal dingen bij zitten die ik helaas niet kan gebruiken. Al met al vind ik deze boxen altijd wel leuk. Als je dus nog niet bent geabonneerd en dat wel graag wilt, beneden in de beschrijving staat een linkje. En als je dan toch besluit dat je het niks vindt, het is gewoon maandelijks opzegbaar, super makkelijk. Laat me weten wat jij weer vond van de box. Kom lekker met mij kletsen beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!